Goedenavond iedereen, welkom bij een nieuwe community call. We zijn vandaag de 4e februari en we hebben opnieuw Gwen Busseneers van Crypto School bij ons. Bedankt Gwen voor hier aanwezig te zijn. Goedenavond. Goedenavond Tim, goedenavond iedereen. Oké. Okay. Um, Top, um, afgelopen maand was een zeer volatiele maand. We hebben de monthly close gehad, dus daar gaan we vandaag waarschijnlijk ook wel eens naar kijken. Hè. Hoe is die monthly close geëindigd? Hoe ziet die candle eruit? Um, nu, met de bewogen of volatiele maand in crypto, uh, we hebben ook wel heel mooie weken achter de rug. Uh, zo heb ik uh, woensdag mogen praten over de Cybercrime Unit uh, van Antwerpen. Heb ik daar een presentatie gegeven om daar alles wat in kaart te brengen. Rondom uh, cryptoscams en hoe ze te werk gaan, heb ik ook het uh, beeld geschetst van: kijk, we moeten mensen sensibiliseren en ze zijn zich daar bewust van. Dus daar is wel uh, een, uh, een campagne rondgaande en zijn ze zich zeker van bewust dat ze daarmee moeten bezig zijn. Uh, maar ja, onder bevolking bij uh, de politie is daar ook zeker gekend. Uh, en het is wel een overrompeling als je gaat kijken hoeveel meldingen er zijn. Dus, ik ben er zelf ook van verschoten. Maar dat was eigenlijk één ding dat ik uh, deze week heb kunnen doen. Een andere zaak die ik heb kunnen doen is dat ik eigenlijk zelf uh, een analyse heb mogen delen bij... Uh, ja, Real Vision, uh, Real Vision uh, waarvan de founder uh, Raoul Paulus, die dit jaar ook zeker nog eens bij ons kon praten. Dus dat was ook wel een mooie eer, of een hele eer om daar te gaan praten. Um, en die inzicht heb ik ook gedeeld bij onze premium members. Dus mensen die premium lid zijn, kunnen dit ook gaan herbekijken. Laat zeker iets achter in de comments wat jullie ervan vonden of wat beter kon. Um, Weet dat mijn Engels niet mijn sterkste punt is, maar er zit beterschap in. Dus uh, daar ben ik wel blij om. Uh, dus uh, dat is er deze week gebeurd. Uh, we hebben positieve ontwikkelingen binnen onze community, binnen ons bedrijf. En ik denk dat dat voor crypto in de komende maanden ook zo gaat zijn. Wat denkt jij daarvan, Gwen? Wat is uw gevoel op dit moment? Um, uh, momenteel mixed feelings. Uh, lange termijn, uiteindelijk bullish. Uh, korte termijn nog, nog niet onmiddellijk. Ja. Dat, okay. uh, zeker niet uh, bullish. Oké. Okay. Um, dan gaan we daar vandaag eens naar kijken. Hè. Uh, wat zijn de zaken die voor u op dit moment belangrijk zijn? Gwen? Waar kijk je op dit moment naar? naar heen? Um, kijk ik naar uit? Of kijk ik. <laughs> wat ja, wat, 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 wat zijn voor u de ik belangrijkste darts? Dus... Ja, naar kijk is. is um, Uiteraard, we zitten momenteel in de, in de periode pre-halving. Je kunt het mm -hmm. niet anders omschrijven. Uh, pre-halving, dat um, is een. een, een ja, De halving is sowieso een. een, een, een by the rumor, sell the news event. Uh, maar, en, en ik heb hier ook een artikeltje daarover klaar staan, anders moet het scherm eens delen. Dan kunnen de mensen ook zien als ze straks naar uh, Cointelegraph willen gaan. De halving, dat is inderdaad um, een bij de rumor zelden news. Maar het is ook gebleken dat die zelden news altijd zo'n beetje vroeger en vroeger komt. Dus halving, bullish, ja, nadien. Um, dus, eerst zien wat de prijs gaat doen voor de halving. als we het dan hebben over de periode voor de halving, ja, dan kijk ik naar onze klassiekers, hè, naar onze Fed. Um, daar zal ik het misschien uh, eerst over hebben. Dus, uh, er zijn weer Amerikaanse en uh, macrocijfers uh, gereleased: non-farm payrolls, werkloosheidscijfers. En die waren eigenlijk niet zo denderend. En wat het? Allee, we hebben dat gezien hè, um, vorige week. Ik zal de grafiek er even bij nemen, maar dan gewoon voor het nieuws te bespreken. We hebben hier ja, in, in het weekend, uh, of wanneer was dat? 1, 2 februari, hebben we een dipje gezien. Oké, okay, het is een dipje in een grotere dip. Um, waar, wat dat er nog ook mee speelt in het, uh, laten we zeggen, in het vat Um, dat is uiteraard uh, de, met de komst van de ETF's. Die hebben we al uitvoerig besproken. Was ook zo'n tip is by the rumors sell the news. Uh, nu die sell the news is nog steeds bezig. Zijt uh, zal ik zeggen iets minder heftig. Maar ja, je mag niet vergeten. Uh, ik heb hier eens uh, gaan opzoeken. Bij van alleen al van grayscale zouden er uh, 600 k zijn verkocht. En we zitten dan nog met de, um, de uitbetalingen van het Bount-Cox-schandaal. Dus voor de, uh, de nieuwelingen in deze markt, Mount-Cox was een van de eerste grote cryptobeurzen um, in het jaar, God, help mij me eens afgestimmd, of uh, 2010? Ik denk, ja, ik denk dat het uh, 2013 was. 13, niet? ja, zoiets. Ja. In ieder geval, allee, bijna. Alle grote of bijna alle geld ging via Mount Cox. Dat geld dat geld is, die bitcoins zijn verdwenen, simpel gezegd. Eh, Mount Cox failliet. Eh, veel mensen geld kwijt. Wat dat er nu wel was, zij hadden nog een stuk bitcoin in bezit. En nu hebben de slachtoffers het geluk dat de prijs van bitcoin intussen zo hard gestegen is dat dus Mount Cox in staat zal zijn eh, om zijn voormalige klanten slash slachtoffers uit te betalen. Nu, dat gaat hier ook over 200.000 bitcoin die zij in de loop van de volgende twee maanden wordt gefluisterd, zouden sturen naar de slachtoffers en waar we toch wel van mogen van uitgaan dat een deel daarvan, ja, gaat verkocht worden, hè. Um, <laughs> Je kunt alleen maar indenken ja, ik weet niet, ik denk niet dat ze het bedrag in bitcoin gaan uitbetalen, dat had ik niet verstaan. Ik denk eerder dat ze gaan uitbetalen in het bedrag dat men destijds had geïnvesteerd voor ja. ons. ik zouden we een, een, een hele dump in de markt want dan zou iedereen het verkopen. Niet te, min, niet te min, geloof ik wel, dat er nog mensen zijn die daarvan een deel gaan verkopen. Uh, dus dat is voor de komende twee maanden. En gezien we naderen de halving dan, hè, nog altijd in uh, mei. Um, Wacht, oh, hebben we gehad? Uh, Mijn de vet. Uh, ik heb nog wel een aanvulling op de vet? Uh, gewend, als ja. dat goed is. Dus? Noem maar. Um, ik hoor mij dubbel, ik, ik hoor jou enkel. Ah, oké. Okay. Uh, ja, nu niet meer. <laughs> nu, nu is het opgelost. Uh, nee, dus uh, de vet... Um, ja... Een korte samenvatting van, van de FOMC-meeting van deze week is toch ook wel mooi meegenomen ja. tijdens deze call. Dus ze hebben hun rentebeleid eigenlijk ongewijzigd gelaten. Dat was de vierde mm -hmm. keer op rij dat ze dat deden. Dus er is geen verhoging, nog een verlaging geweest. Nu, ze gaan pas een renteverlaging, hebben ze gezegd tijdens de FOMC-meeting, gaan doen wanneer er meer vertrouwen is in de markt dat de inflatie naar beneden gaat gaan. En ze gaan zich eigenlijk nog steeds gaan aanpassen, of het aankomend beleid gaan aanpassen op basis basis van binnenkomende data. Dus de data die doorheen de maanden, eigenlijk, dus vanaf de voor, voorgaande maand, van deze maand voor de volgende FOMC-meeting, gaan dus eigenlijk belangrijk zijn om daar de, de juiste beslissingen op te nemen. Dus dat hebben ze ook effectief gezegd. En ze zijn zich echt wel bewust van de inflatierisico's die er in de economie heerst. Um, zo hebben we ook gezien dat banken op dat moment ook wel in de problemen beginnen te geraken. Uh, en dat we terug een scenario hebben zoals we dat begin 2023 hebben gezien. Um, dus ja, de, de vraag is hier, um, ze hadden uh, drie maanden geleden gezegd van, kijk, we gaan de rentes gaan verlagen, of, of vanaf juni gaan we ze verlagen. Mm -hmm. En we zien dat daar toch wel een, eventueel, uh, dat die pivot er niet gaat komen, dat ze aan het terugkrabbelen zijn. Dus dat is iets... In combinatie met de halving en, en met de presidentiële verkiezingen, ja, valt af te wachten wat ze daar gaan doen. He, dus daar stel ik me nu ook wel vragen bij. En dat kan zeker een impact hebben op uh, uh, ja, die macromarkten natuurlijk ook. Ja. Um, nee, ik, dus vind, ik vind dat van. bitcoin, alleen al bij al tot nu toe, hè, uh, niet, niet te zot heeft gedaan onder al dit nieuws. Dus. Um, ik denk dat de mensen ofwel zijn het gewoon, ofwel zeggen ze van kijk, we wachten het een beetje af. Um, niet te min denk ik nog niet dat we aan het einde van onze daling zitten. Um, als we gaan kijken puur technisch, maar dat kunnen we dan zelfs misschien doen, uh, geloof ik nog niet dat we er zijn. Um, ik kijk ook nog altijd naar de, naar de globale uh, markten, uh, naar de, oorlog, de oorlogen die gaande zijn en nog steeds niet opgelost zijn. Uh, ik kijk naar China, waar de cijfers ook niet zo rooskleurig zijn. Uh, China zit met een verouderende bevolking. Um, ja. ik, ik denk dat we nog niet het einde van de Maleisis hebben gezien. Ik hoop het uh, van wel, maar ik denk het van niet. Uh, ik ben gewoon benieuwd wat bitcoin gaat doen. Uh, bitcoin nog steeds voor mij uh, een, allez, een risicovolle asset. Normaal gezien dat we nu ook de meeste, de meeste bitcoin in handen zijn van institutionele investeerders. Dus um, nee, en inderdaad, laten we de, de, de Fed is een, uh, de uitspraken van de Fed zijn een goede uh, klankenbord, of toetsenbord, hoe dat we het gaan zeggen, om, om, die, om de samenvatting van dat hele toneel te weerspiegelen in samen, in cijfers, zal ik het zo zeggen. Ja, 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 absoluut, absoluut. Um, dus dat wordt een hele belangrijke. Ja. Nu, um, het is wel zo gebleken dat China um, wat meer quantitative easing wil gaan toepassen, meer liquiditeit in de markt wil gaan pompen. Um, dus daar kan wel wat meer global liquidity input zijn. Mm -hmm. Um, wat meestal wel een positief effect heeft op uh, die risicovolle assets. Dus dat valt wel af te wachten. Maar we zien wel dat de global liquidity um, terug aan het afnemen is. Dus um, mm -hmm. de markten zijn ook gedaald. De global liquidity is afgenomen. Dat is geen toeval. Het is niet enkel Grayscale die daar de bolsdoener is in geweest volgens mij. Um, dus dat is wel ook wel een belangrijke om eventjes uh, onder de site mee te delen. Ja. Uh, je had nog andere interessante inzichten, Gwen. Uh, wat vond je nog uh, vermeldenswaardig? Um, wat vond ik nog vermeldenswaardig? Um, ik had hier een... Ik, ik vind het altijd leuk om in het begin van een boelmarkt de boelmarktprofeten uh, te volgen. En ja, er zijn weer nieuwe, mooie grafiekjes verschenen. <laughs> <worden>. <laughs> en de eerste, die ken je ook, hè? Ark Invest. Ja, ja, ja daar um, heb ik ook iets over te vertellen. Ja, dus als... dat, ja bom, dit, dit is de grote groene balk. Daar moet ik geen... Uh, geen <laughs> dat was, dat hebben ze gezegd, anderhalf miljoen dollar voor een bitcoin. Uh, hieronder staat het grafiekje wat meer yeah, in detail. Dus ons Katie Woods, die voorspelt tegen 2030 wel te verstaan. Uh, 600.000 uh, uh, anderhalf miljoen. Oké, okay, zeer optimistisch. Uh, andere 2024 samengevat zullen we zeggen iets tussen de 80 en de uh, 125, 150. Oké, okay, dat, is, dat is zeer breed genomen, dus. Ik geloof wel best ergens dat ergens daartussenin gaat kunnen liggen. Uh, die eerste uitspraak van ARK, ja. mag je het nieuws van uh, ARK? <laughs> ja, ze hebben... waarom ze, ze, ze optimistisch zijn. Eh, eh, ja, nee, nee. Uh, maar ze baseren zich ergens op. Uh, dat, is een echt, uh, dat is mijn ogen wishful thinking. Mm. Uh, maar waar hebben zij zich op gebaseerd? Ze hebben een nieuw rapport gelanceerd... Uh, big Ideas uh, 2024, dat doen ze elk jaar. En ze gaan zich dan op de meest inno innovatieve zaken gaan richten, zoals AI en dat soort dingen. Uh, ja. Dus uh, waar zij investeerder in zijn, ze gaan die onderwerpen of sectoren gaan uittypen. Nu, ja, waar zou Ark Invest nu over gepraat hebben? Ja. Yeah. Over de Bitcoin Spot ETF natuurlijk. Hè? Want ze zitten er. Hè? Dat is de ideale marketing tool. om eigenlijk te gaan verspreiden. En als ze dan controversiële uh, prognoses gaan doen. ja, dan gaat dat sowieso gepubliceerd worden. Van kijk, die voorspellen dat het zoveel gaat zijn. Nu, waar hebben ze zich op gericht? Ze hebben er zich opgericht op de moderne uh, portfolio theorie, die in. Pff, well, wanneer was het? 50 jaar geleden of zo. door een bepaalde uh, kerel, een vrij slimme kerel, is uitgevonden geweest. Ik heb daar ook iets over geschreven in de Weekly Update. Um, en daar hebben ze eigenlijk op basis van die theorie, die is ook te vinden op Wikipedia. de moderne uh, portfolio theorie, daar heb ik ook een. Um, vorig jaar nog een uitgebreid artikel over geschreven, die je ook kunt lezen op de website van Trade Premium. Ook niet-Trade Premium-leden kunnen dat lezen. Um, nu, ze hebben dat volledig uitgedoekt, van kijk, hoeveel percentage... De moderne portfolio theorie gaat erover dat je eigenlijk ook niet gecorreleerde assets in de markt moet hebben om eigenlijk je risico in je portfolio te gaan verminderen wanneer er eigenlijk slechte tijden aankomen. Dan hebben ze onderzocht van welk asset is dat, ja, toevallig is dat bitcoin, omdat ze ook kijken naar, de goud, naar goud als een, een soort van hedge tegen inflatie. Ze beoordelen Bitcoin op diezelfde manier. En dan hebben ze zich de vraag gesteld: hoeveel zouden wij moeten allokeren in onze portfolio? En daar kwamen ze uit op een 19% in elke portfolio. En ze raden dat ook aan aan de grote fondsen. Ik ga even mijn tabblad delen. Dus hier zie je dat, dat ze eigenlijk hun basering hebben gemaakt. Dus hier zie je heel mooi: ik weet niet of je dat ziet, 19%. 19,4% bitcoin, 40% goud, 30% equities en dan 9,6% commodities. Dus dat is eigenlijk waar ze op uitgekomen zijn om op die manier een stabiele portfolio op te bouwen. Velen gaan dit paper ook uh, gaan beschouwen als een soort van advies. Hè, want dat is eigenlijk op basis van mathematische berekeningen dat ze dat hebben gedaan. En het interessante daaraan is, hè, dat ze eigenlijk als, ze dit gaan, uh, als je dit gaat bekijken. Stel dat uh, van al die grote institutionele partijen 1% allokeert, Dan komen we sowieso volgens hun op een uh, bitcoinprijs van 120.000. Stel dat de average allocation rond de 4,8% zit, eh, dan zitten we rond de 550.000. En wat zij aanraden, eh, is eigenlijk eh, voor richting die 19,4 te gaan, eh, dat zij eigenlijk zeggen van kijk je moet 19,4, als ze dat gaan doen, ja, dan, zitten ze op een bitcoin, dan komen ze op een bitcoinprijs van 2,3 miljoen uit. Dus daarom eh, die, die sterke prijsprognoses, uh, nu, ik denk in 120.000 dat dat zeker al haalbaar is. 1% dat ze dat wel gaan doen. Maar ik denk 19% in een Bitcoin in een portfolio opnemen. Mm, ik stel me er vragen bij. Maar het is wel een interessant topic natuurlijk. Ja, ik, 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 ik denk dat het zal toenemen, maar niet, niet in dit eerste jaar of, of misschien nog niet in deze cyclus. Ja, ja. Het kan toelijk. zijn, maar ik denk, ik denk dat sommigen nog... De eerste ronde gaan zich gaan laten passeren. Ja, er moet vertrouwen aan de markt komen. Er moet vertrouwen komen. Sowieso. Um, ja, waar. Interessant. Uh, zeer, zeer interessant. Uh, ik zeg het altijd, maar ik zeg ook altijd pas op met van die uh, overgecalculeerde modellen. Ja, 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 absoluut. Dus, uh, en zeker, Cathy Wood heeft ook al meerdere malen dingen ja. uh, uitgesproken die eigenlijk totaal ja. niet correct waren. En, dus. en, en ook het, het AI-verhaal. alleen. Momenteel doet iedereen een AI-ke, zal ik het zo zeggen. Dus je vindt AI alles. Nee. Ik heb vandaag gelezen, zelfs in de Parijse uh, patisseries, die nieuwe recepten met AI aan het maken zijn. En dan kun je het zo zot niet bedenken. Dus ik ben mij serieus aan het inlezen uh, in AI. Uh, maar ik ben mij ook aan het inlezen in uh, natuurlijk de regulering die er aan het komen is. En je kunt er natuurlijk vergif op nemen. Europa heeft eigenlijk een voorbeeldrol gehad. Die hebben dus al een eerste AI-wet. In de maak of is er nu al de eerste keer door, maar ze zijn al sinds koploper, maar er staat dus wel duidelijk in dat AI op financiële toepassingen, dat dat uiteraard streng uh, gereguleerd gaat worden of al sinds een groot toezicht gaat moeten kennen. Ja, uiteraard. en dan, dan, dan heb je eigenlijk, eigenlijk nu op dit moment moment AI, en waar wij naartoe gaan streven in de toekomst, is dus General AI. Um, nu heb je eigenlijk voor elke toepassing iets. Hè, voor recepten ja. te maken, voor muziek te, te transcripten. Je hebt voor elke AI een aparte toepassing. Maar wat, wat ChatGPT eigenlijk probeert te doen, uh, die willen eigenlijk een general AI gaan creëren. Dat je eigenlijk een all-in-one-shop hebt. Um, alles wat je vraagt aan, aan die bot, zal ik maar zeggen, gaat die kunnen uitvoeren. Dus dat gaat bijvoorbeeld um, een afbeelding creëren, zijn tot een met uh, een volledig script uitschrijven. Je kunt het zo zot niet bedenken, en dat is iets waar we naartoe gaan gaan. Volgens mij um, gaan er heel veel jobs op die manier um, ingevuld geraken. Gaat dat ook een beetje minder druk leggen op de economie? Um, doordat er minder uitbetalingen moeten gebeuren naar de werknemers toe. Um, ik, ik denk dat, dat we ook richting. En daar geloof nee. ik wel in, dat we richting een maatschappij gaan gaan waar, waar we met een basisinkomen gaan werken. Ik geloof er echt in. Um, door, door die technologie die zo aan het evolueren is. Nu, daar zijn we nog niet, hè, nee. um, maar het evolueert enorm snel, hè. als je het, er naar het, gaat het, kijken. Ja, je moet denken dat we nu in, in een periode zitten hè, van exponentiële groei. En we mogen mm -hmm. niet meer, en dat is, voor, nee, dat is moeilijk, je mag niet meer lineair gaan denken. Je moet echt exponentieel beginnen gaan denken. Mm -hmm. En dat is, allee, kijk, kijk maar hoe moeilijk het voor ons is om alles bij te houden, al wat dat nieuw op de dat markt Dat is absurd, dat is absurd. Als je nu het hele AI-verhaal erbij gaat nemen, dat is duizelingwekkend. Uh, we zullen zien wat het gaat geven, en ik hou vooral in de eerste, uh, in de eerste instantie, maar dat is ook een beetje om er een grip op te krijgen, uh, de, de wetgeving rond... Want de wetgeving die gaat er komen. Ze, denk, ze zijn niet bezig zoals bij, bij, bij Bitcoin. Dus wachten totdat iedereen het heeft en dan zeggen van, oef, we zijn instead genomen, moeten rap wetten maken. Dat, die, dat, gaan, dat zijn ze hier duidelijk niet van plan. Ik denk dat de, de angst voor AI er ook wel bij de wetgever degelijk in zit. Uh, dus ook het, het opstellen van, van de database, dus die die AI's AI gaan voeden, uh, dat gaat streng gereguleerd worden. Daar kan je natuurlijk uh, vergif op innemen. Um, maar, ook, maar goed ook, hè? Uh -huh. Goed, maar ja. dat is uh, toekomst, maar dat mag af en toe ook wel eens aangehaald worden. Um, um, Gaan ga ook nog een korte update geven over de ETF, gewoon, want dat is ook wel interessant, hè? Wat daar de afgelopen maand zoal gebeurd is. De Bitcoin of een Ethereum? Uh, Bitcoin spot ETF bedoel ik. Bitcoin de ETF spot flows. De, ja, doe maar. Doe maar. Uh, ja, oké. Okay. Um, ja, dat is een, uh, een ding dat ik altijd uh, laat zien. Um, ik weet niet of jullie het allemaal kunnen zien. Ik zal het misschien hier zo op deze manier. Ja, uh, dus um, wat zien we hier? Hier zien we eigenlijk hoeveel uh, bitcoins er op dit moment geaccumuleerd zijn door de verschillende instanties: BlackRock, Fidelity, Bitwise, Vanek uh, Templeton, uh, Wisdom 2. Uh, uh, maar de belangrijkste zijn uiteraard Fidelity. We gaan binnenkort misschien zelfs iemand van Fidelity, Jurien Timmer, uh, in onze call hebben. Of misschien zelfs een Mike Novak. Uh, we zullen wel zien. Uh, maar er zijn verschillende special guests in de pipeline die uh, nog nooit in België zijn komen spreken. En daar gaan wij voor. En uh, we gaan enkel voor de beste. Nu, wat zien wij? Uh, dat BlackRock. 70.000 bitcoins heeft uh, verzameld. Hè, dus dat Fidelity uh, achterloopt, maar het valt mee. Ze zitten met 61.000 bitcoins. Dus er is zeker een gezonde concurrentie. Uh, we hebben afgelopen maand gezien uh, dat die grayscale uh, heel veel outflows heeft gecreëerd. Hè. We zien hier onderaan de grayscale outflows. Uh, dat was eigenlijk heel gelijk opgaand, zeg maar. Uh, maar wat is nu wel interessant we zien dat de, de grayscale outflows aan het afnemen zijn. En dat is toch wel belangrijk, want nu beginnen mensen te rekenen. Nu gaan ze mensen beginnen rekenen van kijk, oké, okay, als, als die inflow terug gaat toenemen. Uh, en, en de outflows zijn eigenlijk uitgeput. Uh, wat kunnen we dan gaan verwachten in de komende tijd? Uh, dat is Weet een we... beetje. Ja, Weten we toekom. eigenlijk of dat er van de GBTC outflows een stuk gegaan is naar de andere ETF's? Kunnen we dat? Um... Ja, wat ik wel kan laten zien gewennen is, is dat het allemaal uh, outflow en nieuwe inflow. Um, ja, dus we zien hier eigenlijk: grayscale heb je eigenlijk outflow. Eh, dus ja. hier hebben we gezien dat, dat ze elke dag eh, toch wel wat outflow creëren, eh, maar dat dat elke dag geminderd is. Eh, die worden meestal naar de Coinbase Prime gestuurd om daar te verkopen eh, of van de hand te doen. Eh, we zien ook wel dat er andere adressen tussen zitten, zoals in deze en, in, en in deze hier. Eh, dus dat is hier ook. Eh, dus dat is een andere adres. Dus waar dat naartoe gaat, is op dit moment nog niet gelabeld. Um, maar we zien dat eigenlijk BlackRock echt wel... Uh, sinds donderdag de eerste positieve inflows ten opzichte van de outflows van Grayscale heeft gecreëerd. Hè, wat wil dat zeggen? Er waren door BlackRock meer inflows dan outflows door Grayscale. En dan gaan we eigenlijk positieve prijzen gaan zien. Uh, nu was er interessant aan. Uh, ik, er zijn berekeningen gedaan. Uh, dus de logica is dat de Grayscale uh, GPTC eigenlijk die, die verkoopdruk grotendeels voorbij is. We hebben nu ongeveer 18 dagen gehandeld. Er zijn ongeveer tezamen, alles tezamen zijn er 175.000 bitcoins geaccumuleerd geweest door die instanties buiten Grayscale. Dat komt neer op een 7,5 miljard. Dat is meer dan verwacht, want ze hadden een 3 hier. miljard. voor... Ja, 3 à 4 verwacht in de eerste maand. Hè. Dus we zitten nu al op 7,5 miljard. Ja, als je dat gaat uittellen in de komende maanden, hè, met een gemiddelde natuurlijk, en dan komt je op heel mooie resultaten uit. Nu, um, als we dat gaan bekijken in de komende 30 tot 60 dagen, dan spreken we bijvoorbeeld, hè, want we hebben maar 5 dagen in een week, 2 dagen weekend, hè, tussen de 20 en de 40 handelssessies. Ja, dus tussen de 20 en de 40 handelssessies. En dat, als we dat dan gaan uitrekenen, dan resulteert dat ongeveer in een stroom, in een nieuwe inflow van 4 tot 6 miljard, terwijl er geen outflow is of minder outflow is van Grayscale. Als je dan gaat kijken bij een marktkapitalisatie van 850 miljard van Bitcoin, dan kan dat wel eens betekenen dat de markt heel sterk kan gaan stijgen, dat die met 50% kan gaan toenemen. En dat we terug richting de 64k kunnen gaan. Dat is een berekening um, die, die wij eens gedaan hebben. Nu, ja, het, is, het is allemaal uitrekenen, maar het is wel interessant natuurlijk. Um, want 4 tot 6 miljard betekent toch wel een sterke prijsstijging. En we hebben gezien hoeveel volatiliteit er is geweest. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar de monthly candle, zijn we gewoon zijwaarts gegaan. Hebben we geconsolideerd, heel veel volatiliteit gehad. Plus 15, min 16 procent. Uh, en uiteindelijk zijn we terug geëindigd waar we begonnen zijn. Uh, daar komt het een beetje op neer. Maar ik denk als die scale eigenlijk um, niet meer gaat pushen om eigenlijk verkoopdruk uit te oefenen, uh, dat we echt wel een markt kunnen gaan zien toch, die snel kan gaan richting de 50k. Uh, nu, er zijn andere factoren in de markt ook. Er is nog altijd marktonzekerheid. Uh, maar in het achterhoofd met, het met de banken die nu aan het falen zijn, of waar toch meer en meer uh, charts van beginnen op te duiken, hebben we vorige keer toch een sterke prijsreactie gehad. Dus misschien dat dat zelfs een rugwind kan zijn um, voor, voor Bitcoin. Uh, dus dat is een beetje mijn, mijn prognose van um, Bitcoin. Uh, nu, of, of die correct gaat zijn. Zullen we, zullen we dat noemen nog op pre-halving pro prognose, of post-halving, of de twee? Uh, ik denk dat dat eerder pre-halving pre ja, is. Iedereen, zit nu te... ja, iedereen zegt nu uh, dat er een daling zit aan te komen. Nu, ik verwacht ook een daling tussen 37 en 34 k. Uh, dat zijn zo wat de logische zones als ik kijk naar de charts. Ja. Maar ja, we hebben nog nooit een, een pre-halving gehad waar, waar een spot-ETF uh, goedgekeurd. Allee, dat, dat is, en, die factor en, hebben we nooit en... gehad. En waar we alleen op de anteer waren, op institutionele, hè? Dus we hebben nog wel wat details, hè? Nee, nee, het is dat. dus ja, we zullen zien. We zullen zien. Het is een spannende uh... tijden, maar het, het, het is toch een beetje, beetje, laten we zeggen, anders dan andere beginnende boelmarkten is het terrein nu toch iets veranderd, op zijn minst. Ja, sowieso. Sowieso, en is dat, daar, daar hou ik wel een beetje rekening mee. Uh, ja. Het, 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 ja. Ja, zeg maar. Zeg maar. Het, het enige wat, 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 wat nu nog positief is voor de markt, hè, dat is uh, als je mijn scherm... Ja, ik zal nu dat even. Of wou je eerst zoiets over Bitcoin zeggen? Ja, dat waren eigenlijk de flows. Hè. Dus uh, hier die grijze zone die je ziet, dat is eigenlijk Guyscale. Uh, je ziet dat die ook heel sterk is afgenomen, uh, grayscale, die grijze zone. Uh, en dat we eigenlijk nu meer uh, toch wel sterkere groene uh, positieve zones gaan... Uh, Gaan zien, dat is eigenlijk de daily change van gecombineerd volume van de verschillende ETF's. En dat onderste is grayscale. En we zien dat die toch wel aan het overtreffen zijn. Dus dat grayscale eigenlijk niet meer eraan de pas komt. En dat we geen outflows meer hebben gehad ten opzichte van de inflows. Dus ja, ik ben eens benieuwd hoe dat verder gaat ontwikkelen. Natuurlijk, ze hebben nog 500k. Ze hebben nog 500k voor te gaan verkopen. Maar gaat er genoeg interesse zijn of gaat die... Uh, prijs hoog genoeg staan om investeerders allee. aan te trekken om te verkopen. Ja, ik ging net zeggen, ze hebben ook allee, uh, alle moeite in de wereld gedaan om, om te communiceren met hun investeerders uh, in, in de tijd die nu gepasseerd is. Ze hebben het een rapport naar het andere gelanceerd. Dus ik denk dat de mensen die het, nu het geld niet direct nodig hebben, dat die inderdaad wel, dat je nu de long-term holders gaat hebben die gaan overblijven bij Grayscale. Wat mm -hmm. dat ook op zich wel interessant is om te weten wat een grote pool eh, uh, long-term holders dat, dat daar zit. Misschien ja. interessant om in de gaten te houden. Ja, um, sowieso. Nee, wat ik nog had um, als uh, bullish nieuws: uh, pre-halving, uh, dat is Ethereum. Dus uh, Ethereum doet het wel goed. Uh, Ethereum uh, is op weg naar zijn denken: als ik het goed op uitspreek. Ja, update. denken, ja. Uh, volgens de laatste nieuws zou dat nu woensdag 7 februari kunnen gebeuren. Pas ook op voor, weer al, by the rumors, sell the news. Maar ik, we, zullen, we zullen zien. Ik denk, het gaat ook heel veel vanaf hangen wat Bitcoin nog gaat doen. Uh, maar voor degene uh, die het niet weten, een kleine geschiedenisles. Dus Ethereum was vroeger net als Bitcoin een proof of uh, work. Lees uh, mijners, maar ook uh, duur, milieuvervuilend, yada, yada. Zij zijn uh, met de mergers overgeschakeld aan de Proof of Stake. Dat heeft hun 99,4 of 6, ik zal het er even tussenbuiten laten, hè, aan energiebesparing opgeleverd. Uh, maar dat was eigenlijk, oké, okay, spectaculair. Maar eigenlijk wat we naar uitkijken, waar we naar willen uitkijken, is hetgeen dan nu gaat komen. En die Denken-upgrade, waarom? Omdat dat de weg vrijmaakt voor sharding. Uh -huh. Wat is sharding? Heel eenvoudig gezegd. Momenteel heb je een blockchain, allemaal nodes die moeten controleren of de transacties hè, juist zijn, correct, die moeten valideren. Al die nodes moeten die transacties. Nu gaan ze eigenlijk heel eenvoudig gezegd de transacties opsplitsen in st stukjes naar verschillende groepen of andere nodes. Dus je kunt meer transacties gaan sturen tegelijkertijd. Dus dat laat ook de, de roll-ups toe. Um, roll-ups is een, een nieuwe technologie die weer al werklast van de mainchain, van de hoofdchain, gaat weghalen. Dus allemaal met de bedoeling om het sneller te laten gaan. Natuurlijk, als Ethereum sneller gaat gaan en goedkoper, dat is natuurlijk dan weer interessant voor developers om meer applicaties op Ethereum te gaan ontwikkelen. Meer applicaties wil zeggen meer nood aan iets. En wil zeggen, prijsstijging. Mm -hmm. Ja, uh, dus ja. Ethereum, Ethereum uh, is degene die vooral, denk ik, nu het positieve nieuws brengt. Um, maar ook, ja, wil ik ook wel zien wat Ethereum en wat vooral de, de activiteit op de Ethereum blockchain dit jaar gaat doen. Ja, daarom dus, gaan we het als... kunnen afmeten. Ik wil, ja, wil wel is... zien of de activiteit of de development-activiteit mm -hmm. gaat stijgen. Ja, ja. Um, nu, volgens het de volopersreport uh, van uh, Electric Capital hè, zien we nog altijd de meeste toestroom van de volopers uh, op de Ethereum-chain. Dus dat is wel positief. Ja. Verder denk ik dat dat ook een positief effect kan hebben op um, projecten zoals Celestia, maar ook op Layer 2's in het algemeen. Ja. Um, omdat er meer gebruiksvriendelijkheid gecreëerd gaat worden, lagere transactiekosten enzovoort. Snelheid. Nu, ja. nu, kunnen ze, nu kunnen ze gaan denken over micropayments. hè? Ja, voilà. en, en gaat het dat echt wel een we concurrent niet, worden? Ja, en, en dat gaat echt een concurrent worden voor Solana ook. Nu, ik heb, ik heb on-chain statistieken, gewoon simpele on-chain statistieken erbij genomen. Ik heb die ook eens bekeken en een beetje benoemd. Um, en dat wil ik ook wel eens delen met u, want dit ja. toont eigenlijk aan: dat zijn drie grafieken, maar die tonen aan dat Ethereum in de startblokken staat om serieuze prijsstijgingen door te maken. Um, dus in deze, um, voilà. Ja, dus we zien hier de exchange balance van Ethereum. Nu was er interessant aan: we zitten vandaag met slechts rond de 13.610.000 Ethereum op exchanges. Dat is eigenlijk een historisch dieptepunt. Maar technisch gezien zaten we in 2016 lager. Maar daar zagen we dat het circulerend aanbod een stuk kleiner was, dus dat kun je daar niet mee gaan vergelijken. We zitten nu op een historisch dieptepunt als je die ratios gelijk gaat trekken. Dus dat is toch wel heel interessant. En het wordt eigenlijk nog beter. En wanneer we gaan kijken naar de Ethereum staked, dan wordt het nog interessanter. En dan zien we momenteel dat er rond de 37.843.000 bitcoins zijn gestekt. Dat is 31%. Uh, ja, Ethereum, sorry. Eh, dat zijn 31,58% van uh, de, de Ethereums in circulatie. Dus dat is heel veel. Dus er wordt al heel veel op die manier vastgezet dat niet beschikbaar is. Uh, ja, dat is eigenlijk een stijging van meer dan 1 miljoen Ethereum uh, sinds twee weken geleden. Uh, dus we hebben gezien dat er een enorme stijging is in deze metriek. Uh, dat dat echt wel een positief effect heeft. Effect heeft maar. Um, als laatste chart die het nog meer bullish maakt en dat, dat is wat er belangrijk is, we zien dat er een burning mechanism is geweest door de merge, en dat de circulerende voorraad ook steeds meer en meer aan het toenemen is, dus die blijft talen. Dus door die merge hebben we eigenlijk Ethereum die deflatoir is, die eigenlijk minder inflatie heeft dan een dan, dan bitcoin. Um, dus de momentele circulerende voorraad zit nu rond de 119 miljoen, uh, pakt 120 miljoen om het mooi rond te maken. Uh, maar we hebben eigenlijk een daling gezien uh, van uh, 342.000 Ethereum's sinds 15 september 2022. Dus dat is toch wel uh, heel veel. Dat is absurd veel. Uh, en ik denk als dat zo blijft toenemen en de vraag gaat komen ontstaan. Van kijk, um, Ethereum gaat terug interesse wekken door zijn activity en door zijn eigenschappen die het nu, het nu gaat verbeteren. Ja, dat we een serieuze prijsstijging krijgen. Dat is mijn mening. Uh, en ik denk dat dat echt wel iets is waar we naar moeten uitkijken. Want um, ik heb het nogal gezegd: de hardest trade of de most hete trade zal de beste zijn. We hebben dat beslana gezien. Uh, en ik denk dat, dat Ethereum de volgende in lijn is. Dat is een beetje hoe ik het zie. Ja, ik wou er gewoon aan toevoegen dat we ook vandaag nu ook zien dat Ethereum de volle aandacht heeft van de beleggers. Want ondanks dat de prijs behoorlijk zijwaarts gaan, nemen de handelsvolumes enorm toe. Hè? Uh -huh. Dus uh, ik weet niet of jij daar grafieken van hebt. Maar... Uh, nee, niet direct. Niet, niet direct, direct, maar allee, mogen Moet ik aannemen. De handelsvolumes zijn, zijn momenteel op record hoog. Dus wil zeggen dat dus de interesse van de beleggers die is er uh, zeker is. En zeker ook van de professionele beleggers. Uh, uh -huh. Dus ja. Het geeft ja. toch wat credibiliteit aan Ethereum. Ja, ja, sowieso, sowieso. Um, ja, en dan, um, welke, heb jij een bepaalde coin in de gaten, Gwen, waarvan jij zegt, van kijk, daar geloof ik ook wel in? Wel, ik ben celestia aan het volgen, je hebt het daarnet al, al gezegd. Uh, maar ik ben... Uh, dat is er een die ik voor long-term... Maar ik ben nu even het einde van de tijdelijke correctie uh, aan, het, aan het bekijken. Ja, oké. Okay. Uh, maar die staat op mijn, op mijn wishlist, ik zal het zo zeggen. Ja, oké. Okay. Er, um, er zijn wel projecten ja, mooi ik, ik gedaald. Heb, de vorige heb ik al genoemd: eh, Optimism, Arbitrum, ja, Celestia, waarschijnlijk um, nog één waar ik momenteel niet op kan opkomen. Filecoin um, had je ook, hè? Filecoin werd je ook fan van. Hè? Die zit ook nee, in de sector. Nee? nee. Okay. Ah, Filecoin, ja, vroeger. Uh, ja. Maar, maar ik, 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 ja, ik, ik heb een zwak voor de nieuwigheden. <laughs> okay, okay, uh, also, zeker, dan? zeker goede coin. Allee, absolu absoluut, niet, niet, niks kwaad van te zeggen. En, 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 nee, nee, nee al zeker niet. Twee, twee of drie, drie, mee? Ja, drie Allee, ronds mee. <laughs> ja, Al een oudje, Voor, Ja, ja, ja. Voor, uh, ja. nee, nee, uh, ja, nee. Uh, zeker. Um, ik ben nog altijd benieuwd wat dat Ripple gaat doen. Um, zien... Uh, dus ik denk dat Ripple ook wel. Uh, mooie vooruitzichten heeft in die zin dat ik, ik zie de rechtszaak in hun voordeel of in hun status quo eindigen en zij zijn intussen en waarom dat ik daar voor hun optimistisch ben of vooral voor de Ripple Army als er mensen zijn die daartoe behoren er er is dat ondertussen wel mooie projecten aan het afsluiten zijn dus ja. uh, mooie deals aan het aangaan zijn uh, dat wil ook zeggen dat, dat hun partners ook in hun geloven um, maar voor de rest, ja, Celestia, die, dat is, die staat momenteel als zeggen, uh, meest nieuweling of jongste nieuweling op mijn, op mijn wishlist. Ja. Ja, ik heb nu ook eens bekeken, um, de markt evolueert en is heel dynamisch. En um, sommige projecten zoals ADA, XLM, Monero, zitten 85% van een all-time high. Um, pff, er zijn nog heel veel mensen die hopen dat die een all-time high voorbij gaan steken, maar dan gaan altijd... Uh, coins en projecten moet... moeten schuiven voor nieuwe technologie. Ik, ik probeer Seriously. dat. Dat is, dat is nu het verschil tussen, tussen, vind ik, tussen crypto en aandelen. Dan nog meer als in aandelen, moet je er mee rekening houden dat, dat hier het geld gaat naar de next-hot thing. Hè? Ja, 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 die het dus, hè? Die spelen, hè? Ja, sorry, maar de dagen van Litecoin zijn voorbij. Hè. Je gaat dat ook zien op, op de GitHub. Daar wordt niks meer aan gedaan. Allee, mm. zijn, ja, er zijn mensen ja, die dat ja, en hebben. Ja, dat is zot, hè? Ja, allee... Uh. Ja, kijk, ja. Um, dat, dat, is niet, dat is niet zoals uh, vroeger, was het uh, Bitcoin, Goud en uh, Litecoin, Zilver die tijden zijn gedaan. Mensen, uh, die, die top 10 verandert dynamisch elke keer. Uh, uh -huh. Dus voilà benieuwd. Ik heb, ik heb nog een ander interessant project, um, ja. dat ik nogal vernoemd heb, eh, maar um, waar ik nu iets meer data over verzameld heb om mensen te overtuigen, niks moet, het is geen financieel advies uiteraard uh, maar dat is ook een project die voor mij op een long term, denk ik misschien wel het goed kan doen, uh, wanneer we naar de wormholes scan gaan kijken, zien we dat Sui het meeste ja. volume draait meer dan, dan Solana uh, ja. we zien dat heel hard opkomen oh, hot, heeft ook he? heel, ja, heeft heel goed gepresteerd afgelopen maand Um, heel mooie percentages gehaald, ondanks de dalende markt. Uh, maar als we gaan kijken naar SUI, naar de investors en de backers, ben ik ook eens gaan opzoeken. En dan zien we het volgende: uh, dat daar toch wel uh, een Andreessen Horowitz uh, bij zit. Dat is toch wel een bekende: Coinbase Ventures, ja. Binance Lab, Circle, Jump Crypto, Electro Capital, Samsung Next zelfs. Um, dus er zitten heel veel venture capitals in die dat gepakt hebben. Dus dat zijn geen kleine jongens, die gaan dat ook blijven ondersteunen we zien ook eh, dat als we gaan kijken naar de transfer value locked op DeFi Lama, eh, dat daar toch wel een serieuze stijging eh, waarneembaar is. Eh, en dat zijn de projecten die daaronder draaien. Eh, eh, projecten die daaronder draaien, ja, die moet je, ja, die moet je uh, in de gaten houden. Mm -hmm. uh, op één maand 180%. Um, we zien hier, het is echt wel um, stockpicking. Hè? Dat is, uh, hoe noemt dat? Um, die, die kleintjes, um, zoals de, de Wolver Street deed, uh, de penny stocks. Waar, ja. Dat is een beetje wat je hier doet. Hè? Maar we zien hier dat, dat het uh, Heddle-protocol 240%. Oof. Ja, er... en het is zo dat je eigenlijk je narratives gaat, gaat vinden. Van kijk, hoe komt dat die transfer value locked gestegen is? Wat is daar de reden achter? Um, en dan gaat je kijken naar de activity. Hè? Manta is net hetzelfde, staat op de derde plaats. Uh, transfer value locked. Zeker ook een mooi project, is heel hard gedaald ook. Dus misschien dat daar wel een mooie entry ergens zit. Um, dus dat is een beetje um, hoe ik kijk naar um, de projecten. Uh, en dat is, dat, is, dat is het belangrijkste wat ik over SUI te vertellen heb. Um, mag ik nog een paar andere zaken uh, aanhalen, uh, Gwen? Ja, tuurlijk. tuurlijk. Um, ik heb nog andere loshangende dingen gevonden die interessant zijn voor mij. Uh, ik kijk ook altijd naar de outflows en de inflows van coinshares. Dat is wel algemeen bekend. Uh, maar we zien eigenlijk dat er uh, afgelopen week... Wel wat outflows zijn geweest in XRP, Cardano, Litecoin, Ethereum en Bitcoin. Het zijn er zijn heel veel outflows geweest. De enige waar geen outflows op geweest zijn is op dit moment Solana. Nu, als we op langere periode gaan kijken, zit Solana daar wel tussen. Maar afgelopen week had Solana een positieve inflow van 3 miljoen. is niet zoveel, maar is wel belangrijk om rekening mee te houden dat die toch wel in de running zit. Short Bitcoin. Had ook een inflow. flow. <laughs> Misschien is dan een goede om stappen naar de Bitcoin. <laughs> ja, 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 ze shorten, hè, ze shorten volle bak, hè. Uh, ja, Een is andere, een. Ja, uh, een andere interessante grafiek uh, was eigenlijk dan deze, wat de Coinbase. Uh, dat is eigenlijk meer uh, de apps uh, waar je naar kunt gaan kijken wat meest gedownload wordt. En dan zien we dat Phantom Crypto Wallet, um, de Coinbase-app, uh, heeft ingehaald. En die is verbonden aan Solana. Dus Solana zit daar ook nog steeds in een heel goede run. Uh, heel veel projecten onder Solana die het heel goed doen en waar zeker een watchlist van gemaakt moet worden. Dat um, ga ik in, in de week wel eens doen. Om eigenlijk te kunnen achterhalen welke kleinere projecten um, het goed kunnen doen of welke kunnen runnen. Uh, dus zo gaat je eigenlijk een beetje gaan kijken naar die narratives. Uh, Phantom is nog zeer populair. Uh, nu, een heel interessante is een deze. Iedereen heeft gehoord van de Jupiter AirDrop. We hebben daar ook op gespeeld, we zijn daar ook op aan het spelen. Heel plezant, heel risicovol ook. Maar wat nog belangrijker is, is dat die transactieactiviteit op Jupiter veel groter is dan op Uniswap of PancakeSwap. Dus die actieve adressen die aangemaakt zijn, die flow die er gecreëerd is op gedecentraliseerde exchanges. Ja, ook mede door de airdrop, maar dan nog, ja, is ongeveer eh, drie keer zo groot um, als op uh, Uniswap bijvoorbeeld. Ja, dus terwijl Uniswap toch wel een degelijke um, exchange is. Dus uh, Jupiter is misschien op dit moment een hype, maar is zeker een om toch wel um, in de gaten te houden. Ja, en hier zie je op welke chain dat plaatsvindt. Hè. Dus PancakeSwap uh, is een chain op zijn eigen, ja, maar je ziet dat hier... Um, op Uniswap het meeste uh, plaatsvindt via Ethereum en Jupiter is uh, aan Solana gekoppeld. Dus eigenlijk Jupiter is de uh, Uniswap van Solana. Zo kun je het een beetje gaan bekijken. Een welkome afwisseling. Ja, ja. dus allez, houd hem in doog. Um, wat zien we dan nog? En dan ga ik afsluiten, denk ik, uh, met, met mijn uh, nieuwtjes. Um, we zien eigenlijk ook dat er wat whale inflow is geweest. He, dus we zagen dat hier. He, dus stel ik eens als wij die dalingen zien, he, zien we dat er toch wel whales aan het positioneren zijn. He, dus dat was eentje die ik op CryptoQuant voorbij had zien komen. Um, dus houd dat ook in de gaten. He, dus um, er is wel wat whale-activiteit. Retail zit er nog niet in. Uh, en dan zien we ook, uh, om even dit toch wel te gaan schetsen, he, dat, dat uh, deze bank uh, een 40% is gedaald. En ja... Dat is, dat is iets wat ik zeker moet vermelden, gewoon, uh, voor crypto in een positief daglicht te zetten. Heel belangrijk. <laughs> dus uh, dan ja, maak ik daar ook gebruik flashbacks van. Flashbacks geeft dat. Ja, flashbacks. En dezelfde periode, exact dezelfde periode. Toen was dat in maart. Dus als we nog een maandje volhouden, dan gaan we misschien hetzelfde ja. scenario zien. Um, en dan in april de halving, ja, dan komt dat wel goed. Hè. Uh. Komt goed. Alles komt goed, uiteindelijk. <laughs> ja. Um, dus dat was een beetje um, nog de bijkomende zaak. Ik denk dat we nog even een kwartiertje kunnen praten over de grafieken. Ik denk dat iedereen ja. daar wel ziet zitten. Ja, ik heb, um, ik heb eigenlijk alleen maar, uh, ja, voor nu heb ik alleen maar, maar Bitcoin uh, even gedaan. Um, omdat, ja, op, op, op de termijn waarover we nu spreken, uh, uh, laten, we, laten we het houden op pre-halving en post having Dus ik spreek nu alleen maar over uh, pre-halving. Um, zijn mijn standpunten eigenlijk ongewijzigd gebleven en dat is van ja, kijk, we hebben hierboven een, uh, een plafond, dus we hebben daar uh, de, het niveau van de wat heb ik hier uh, 43.800 uh, het was Cointelegraph, die trouwens een interessante uh, analyse had gemaakt. Of gewoon een interessant weetje. Dat in deze pr prijsrange, 40.000, 45 45.000. Als we helemaal uitzoomen in de loop der geschiedenis. Ik had het nog niet zo bezien. Heb we er al meer dan 150 dagen in vertoefd. Om maar te zeggen. Dat is een Tiny Foke. <laughs> ja, 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 ja. Zo, ja. Dus dat vond ik inderdaad wel een, 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 een leuke opmerking dat zij maakte. Dus ja, we zitten hier nog steeds. Dus. Um, nu, ik geloof inderdaad wel dat we naar beneden gaan gaan. Wat niet uitsluit... Ja, ik ben... Ik weet niet of je het weet, maar ik, ik hou van... Um, ik hou van Elliot Waves. Uh, ik slaat niet uit dat we hier misschien nog één klein uh, piekje naar boven kunnen gaan. Misschien gaan we deze oude, vette trendlijn... Excuseer. Dat we die nog eens langs de onderkant gaan testen. Misschien. Mm -hmm. Maar ik denk niet meer mm -hmm. dat, we, dat we boven onze piep piek van uh, januari gaan gaan en dan ben ik aan het uitkijken hier naar de groene lijn uh, het niveau uh, ik heb dat bij mij gepinpoint op de 34.067 dit is de uh, dit is de BTC, uh, de, de Chicago Mercantile, hè. dus dat is een samenvatting dat is de, nee, de gemiddelde prijs van de grote spot exchanges mm -hmm. dat vind mm -hmm. ik wel het meest algemene grafiek, dus daar, daarom dat ik daar mijn analyses op maak Um, en ik vermoed dat tegen dan ook, tegen dat we hier raken, dat we eh, onze 200-dagelijkse, dat is bij mij hier die groene, dat die ook dat niveau gaat bereiken. Dus dat we eigenlijk aan het werken zijn naar ons 200-daags gemiddelde. Ja, Zo ben ik okay. het. Ja, oké. Okay. Um, ja, ik zal mijn analyse ja. daar ook even kort over leggen. Um, komt grotendeels, denk ik, misschien wel wat overheen. Um, nu, wat zie ik momenteel... Als we gaan kijken naar Bitcoin, we hebben hier van de high naar de low gepakt. Dan zien we dat we hier mooi het, 62, nee, het 70% level ja. hebben aangetikt. Maar wat nog interessanter is, we zitten hier met een leveltje lager. Dus we zitten, wacht, ga eens even zien welke levels er zijn, dat ik niet aan het liegen ben. Dus we zitten hier met 70% en dan hebben we eigenlijk eentje lager. Die zit, eens kijken waarom zit... De 62, de 62, daar zitten we tussen. Dus we zitten hier tussen de 70 en de 62 te hoeven. We zitten eigenlijk nog steeds in die consolidatie. Nu, wat zien wij als we hier de lows gaan pakken? En we gaan deze prijspunten met elkaar verbinden. Mensen die dat niet kunnen zien, ik zal het iets groter zetten. Dat is, dat is mijn dikke zwarte lijn van daarnet. Ja, dus dat is eigenlijk: hier ja. hebben we dan een. Over of een on, ondervaluatie gaat. Dus hier zitten we echt op de hoeveren. Als we die kunnen doorbreken met een candle closer buiten, kunnen we ja. misschien wel een sterke reactie krijgen. Uh, Wat ben jij? Ah, jij bent op Coinbase aan het kijken. Okay. Ja, ik kijk nu op Coinbase voor deze. Uh, we zitten nu wel met een um, inefficiëntie, die hebben we opgevuld. Maar die low van die inefficiëntie, die komt weer perfect op die 0,0. Uh, dus dat was 38.501. .00 op zo'n <tot> groot getal. .00 dat is pure marketmaker shit. Um, en ik denk dat de marketmakers hun werk slecht hebben gedaan, want het had eigenlijk 38.500 moeten zijn. Die 1 was een foutje volgens mij, um, dus uh, dat is wat ik denk daarvan. Nu, we zitten hier ook nog met een inefficiëntie en met een uh, liquiditeitszone. Die we hier een paar keer getest hebben, waar ook nog wel wat liquiditeit zit. We zitten hier ook met dat 50%-level. Dus we zitten hier met heel veel confluence rond die zone. Nu, ja, ik denk 34.000 dat dat perfect mogelijk is. Als we gaan inzoomen op de daily, ga ik even mijn daily-analyse erbij pakken voor de mensen die iets kortere termijn denken. Weet dat dat uh, afhankelijk is van uw timeframe. We zien hier de weekly inefficiënties. Deze is heel mooi opgevuld. Hier zit nog een kleintje, dus daar kunnen we eventueel gaan testen. Maar wat voor mij heel belangrijk is, we hebben die Monday, Monday low en Monday high gehad deze week. En daar zijn we eigenlijk perfect tussen aan het hoeveren. Dus ik denk als wij een van deze twee zones doorbreken met een candle close, dat we een sterke reactie gaan krijgen. Dus daar moeten we naar kijken. En die ligt op 43.326, die Monday high. En de Monday low ligt op 41.787. Dus dat is een beetje um, ja, hoe ik het zie op Bitcoin. Als ik dan ga uitzoomen naar de total. Daar heb ik ook eens een analyse van gemaakt. Ik vond dat wel eens de moeite. Um, hoe die in het verleden gereageerd heeft. En dan ben ik eigenlijk tot de conclusie gekomen. Hè, dat was eigenlijk een time-based analyse. En dat is wat ik nu zie. Uh, eens kijken... Um... Dus ja, ik heb wat lijntjes zitten trekken, je weet hoe dat gaat. Hè? Van de high eh, naar de low. Eh, dus, um, dat is eigenlijk een time-based fib level. Eh, dus ik heb hier de high gepakt, de eerste groene candle genomen, eh, waar we terug vertrokken zijn. En dan hebben we gezien eh, dat we hier eigenlijk, eh, als we hier het, het uh, 0,5 level en het 0 level bij elkaar verbinden, komen we hier uit en zijn we hierop vertrokken naar boven toe. Dus dat vond ik heel interessant. En hier zien we eigenlijk dat we echt op dat punt zitten. Nu, er is één punt dat we niet behaald hebben, volgens mij, en dat is die blauwe zone. Hier hebben we echt lows neergezet, die hebben we doorbroken en die hebben we hier terug twee keer getest. Een soort van dubbel bodem, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Dat is hier nog niet gebeurd. Dus nee. ik, denk, ik denk dat we hier echt wel uh, met die longevity long zitten, dat de markt langer nodig heeft voor op gang te komen door de, de grotere adoptie. Um, maar dat we die lijn toch wel nog kunnen gaan testen, eventueel. Of die groene lijn hier komt heel mooi overeen. Um, als je het gaat bekijken, uh, is ook iets duidelijker uitgelegd in de weekly. Um, dus dat is een beetje um, ja, waar ik naar kijk. Um, mensen vragen ook veel dingen over Jupiter. Um, daar zal ik ook even kort iets over zeggen. Um, waar staat hem? Ik heb hier mijn watchlist voor februari gemaakt. Kijk, dit is mijn watchlist voor februari. Um, ja, welke zitten erin? Jube, Pite, Link. Uh, we zien dat Pite het heel goed doet, is ook op Solana gebaseerd. Uh, we zien dat Pendel het goed doet. Uh, maar we zien dat Jube hebben we eens bekeken. Natuurlijk, daar is nog niet veel data van, dus we hebben die op de 1 okay. uur bekeken. <laughs> uh, dus wanneer we gaan kijken naar de 1 uur, hebben wij ons deviation tool een beetje gebruikt. En dan zien we dat dit de zones zijn waar winsten genomen kunnen worden. Die liggen rond 0,81 en 0,93. Dat we hier onze eerste zone bijna bereikt hebben. Dat zou een eerste market buy kunnen zijn, een kleine market buy. Het is pas rond dat 2 tot 2,5 level rond 0,47, 0,43 zoiets. dat we daar echt die interesse gaan hebben voor al iets meer te kopen. He, um, want we zien altijd toch een gemiddelde daling van uh, 40 tot 60 procent bij airdrops. He, dus pas daar ook voor op. Um, nu ja, Ronen heb ik ook gezegd deze week, maar die is al vertrokken. <laughs> die, dus mensen die er niet op tijd bij waren, niet direct op ingesprongen uh, of ingesprongen hebben, die zijn gewoon te laat. Uh, dus ga niet de groene candles najagen, want dat is meestal uh, geen aanrader. Goed. Oké. Okay. Ga jij nog iets te vertellen, Gwen? Of, nee, um... voor, mij, voor mij was het dat. Um... Ja, bedankt, Christopher. Um, ik kreeg hier een heel goede opmerking. Opmerking van de dag. Uh, don't forget to like. Ja, like ons. Like ook uh, het uh, kanaal van Gwen. Uh, ze heeft ook een kanaal, Cryptoschool. Uh, dus vergeet ons niet te liken. Enkel zo gaan we een grotere community creëren. Gaan we mensen kunnen educeren. Um, en op die manier ja, misschien wat um, geruster laten uh, zijn uh, om met crypto bezig te zijn. Dus uh, ik denk dat dat belangrijk is, een beetje educatie. Goed, um, Gwen, ik wil u heel hard bedanken voor uw input, voor uw inzichten uh, en voor uw duidelijke uitleg over onder andere de upgrade van Ethereum. Heel mooi om te zien. Uh, en ja, we zullen zien hè, waar we volgende maand staan. Hè. Alles is heel interessant. Zeer spannende tijden. We ja. <laughs> ja, daarvoor zitten we in crypto natuurlijk. Yes. Hè. Uh, mensen, heel erg bedankt voor aanwezig te zijn. Wij zien elkaar terug volgende week woensdag en of donderdag, afhankelijk of je full trade premium member bent, maar sowieso zondag. Gwen, zien we volgende maand terug voor een nieuwe update. En uh, ik wens jullie nog een fijne zondag. Vergeet niet Kampaas te kijken. Want dinsdag komt er een, uh, een podcast live van Krachtpraat samen met Youssef Chaluki. Goed, bye bye. Tot de volgende. <totstut>